Ik ben Manuel en in deze serie De Bouw Maakt Het Slim ga ik op zoek naar innovaties. Want welke grenzen verleggen de bouwers in infra en in de bouw? Daar ga ik naar op zoek. Nul op de meter, van het gas af, isoleren, andere vormen van energie ontdekken, energie besparen. Wat zijn eigenlijk de innovaties op het gebied van energie? Dat ga ik vandaag ontdekken. Energieleverende woningen, dus die brengen gewoon energie op. Extra dan dat ze zelf nodig hebben, dat ziet er wel tof uit. Ik ben weer dom geweest. Witte sneakers. Shit. Goedemorgen, ik ben op zoek naar Yvonne van der Hulst. Ik denk dat je hier boven zit. Boven? Ja. Oké. Hallo. Dat is Yvonne denk ik, of niet? Ja, dat ben ik. Ik ben Manuel. Ik zie daar ook gelijk allemaal bouwtekeningen aan de muur hangen. Ja, dat klopt. En dat zijn ook die energieleverende woningen? Ja, dat noemen wij plusleverwoningen. Dus die leveren heel veel energie op. Mensen gebruiken natuurlijk ook energie in de woningen als ze daar wonen. Maar dan blijft er nog steeds veel energie over, op jaarbasis gezien. En dat gaan we ook weer opslaan op een buurtaccu. Haar gaat echt naar de klote hoor, zo. Voel je? Ja, er blijft niks meer van open. Kan dat ook niet wat sportiever? Nee. Wat vind je van deze? Ja, die zijn al iets eleganter. Ik neem je mee naar buiten. Even kijken hoor. En nu moest ik op die roze slangen gaan staan? Nee. Oh ja, dit is dus de vloerverwarming. Ja. We staan hier dus op de bouw, maar hier zie je dus bijna niet zonnepanelen zijn. Nee, dat klopt. Het is echt één heel mooi geheel. En ik liet je net al zien van een andere collega-bouwer, een ander dakvlak, ik noem het maar het minimale pakketje aan panelen bovenop die dakpannen zijn Bouwpers, gelegd. Dat is eigenlijk wat ze wil zeggen. Branchebreed. Ja. Hoe innovatief is dit? Dit is heel innovatief. Dit is een van de eerste projecten in Nederland. En als er een dag is waar heel veel zon is en heel veel wind, dan gaan energiebedrijven, die kunnen hun energie niet kwijt. Dus wordt het als het ware gedumpt. Ja. Hier kunnen we zeggen, we brengen het terug in de woning. Of we brengen het terug naar die buurtbatterij. En daar wordt het geparkeerd. Dit zijn dus de huizen waar je het over had? Ja. Dit is een wijk van 33 woningen die gewoon al helemaal af is. Mm-hmm. En die we als de eerste plusleverwoning in Nederland volledig en dus ook zo hebben kunnen uitvoeren. Ja. Dus hier is er sprake van het balans op het netwerk, lage energielasten voor de bewoners. Ja, en wat je gewoon direct nu op het zicht ziet, is dat ze natuurlijk ook vol liggen met PV-panelen. Maar ook van de buitenkant zie je eigenlijk niks. Nee. Nou, hier is niks te zien. Mooi. Dat had je ook al gezegd. Yvonne, dankjewel. Graag gedaan. Zo. Op naar de volgende innovatie. Eens even kijken of wij sneller kunnen optrekken dan die dikke Volvo naast ons. Ja hoor, we zijn gewoon sneller. Op naar de volgende innovatie in Delft. Ik ben op zoek naar Sabine en Kees. Een van het terrein waar ze dus hele futuristische woningen allemaal hebben. Dit is wel vet hoor. Nou, ik ben dus hier op de Green Village, op het Hitteplein. Ik denk dat dit Sabine en Kees zijn, of niet? Ja. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier op de Green Village. Dit is eigenlijk waar vroeger het bouwkundige gebouw stond van Delft. En dat is helemaal afgebrand. En er staan allemaal proefprojecten die bijna marktklaar zijn. Maar er wonen hier wel mensen? Er wonen hier wel mensen. Je moet wel weten of het echt werkt met echte mensen. De innovatie van dit project zit erin dat het een combinatie is van bestaande componenten. Dus er zitten PVT-panelen op en het is aangesloten aan een zeer lage temperatuur warmtenet. En dit kan dus in bestaande woningen? Dat is de grote uitdaging. Dus deze woningen die je achter ziet, die zijn eigenlijk de belangrijkste component in de energietransitie. Ja, want nieuwbouw, dat is makkelijk. Nieuwbouw is makkelijk, maar dit is echt een opgave. Je moet je ook isoleren en je moet echt heel veel energie opwekken. En daarvoor hebben we dat paneel. Dat bestaat aan de voorzijde uit een elektrische zonnecel, standaard net als in een gewoon zonnepaneel. En aan de achterzijde is een warmtewisselaar en die warmtewisselaar die onttrekt energie uit zowel buitenlucht als daglicht als zonlicht. En dat gaat allemaal in dat zeer lage temperatuurnetwerk. En dat wordt dus in de grond opgeslagen en als je het dan weer nodig hebt, dan kan je het in de winter kan je dat zelf dan weer gebruiken. Ja,
En in die set zit onder andere natuurlijk een warmtewisselaar. Aan de ene kant komt het warmtenet aan. Aan de andere kant komt de warmte uit de panelen. En die wordt hier uitgewisseld. Dan kiest hij dus niet van de buitenlucht, maar dan kiest hij van het lokale netwerk. Ja. Dit is de toekomst, mensen. Ja, het gaat goed. Wat is nou hetgene waar je nu nog tegenaan loopt, wat nog niet werkt? Of wat je denkt van ja, dat zou nog een innovatie voor de toekomst zijn? Ik denk zelf dat de grootste bottleneck is dat het ruimte kost in je huis. Dat zit hem vooral in het boilervat. Dus bijvoorbeeld, we zijn bezig met boilervaten die liggend zijn in de knieschot. Of vacuümboilervaten die wat kleiner zijn. Ja, dit is een soort Charlie's Angels. Maar dan wil ik jullie eigenlijk ook wel eventjes in slow motion zien lopen met z'n tweeën. Start muziekje. Slim verhaal. Dank jullie wel. Alsjeblieft.